Keuzes maken heeft alles te maken met het jezelf waard vinden om voor jezelf te kiezen. 'Cause I am not the average girl from your video, but I ain't nothing but a supermodel. En dat denk je ouders gaat vertellen van luister, dat studeren dat is allemaal leuk en aardig, maar ik dat wil ik helemaal niet. Ja, wat wil je dan doen? Ja, ik wil trommelen. Goed zo. Ga door. Ik ben als enige ter wereld gekomen van een tweeling waar mijn moeder op dat moment zwanger van was. En dat heeft altijd effect gehad. Ik word even emotioneel. En dat mag ook. Ik zou het even leuk vinden om voordat we gaan lunchen nog even een stap te maken met elkaar. En help maar mee lunchen en dan hoop ik dat je een fantastische gesprek hebt. Gaan tegen wat puur ervaring voor jou is. En er komen vast nog veel verhalen voorbij. En daarin zitten waarschijnlijk ingrediënten die denken van, oh ja, dat is voor mij puur ervaring. En maak daar een tekening van. Is het een proces puur ervaren? Of ga je gewoon een heel groot hart tekenen en zeggen, nou, dit is puur ervaren? Liefde vanuit je hart stromen in je lijf. Geef dat aan jezelf. Maar het is niet meer wie ik ben. En dat is heel erg lastig om uit te leggen. En ik ben eigenlijk ook klaar met uitleggen. Ja. Mijn hele leven lang wil ik Frans leren. En ik heb vandaag besloten, dankzij jullie, dat ik het ook echt ga doen. Sinds een jaar of twee ben ik van mijn eigen lichaam gaan houden. Ik voelde toch wel even de behoefte om ook mijn eigen tekening nog even te delen. En allemaal ikjes met een hart omheen. En wat mijn grootste besef is, is dat ik helemaal niet alleen ben. Nee. Puur ervaring is volgens mij gewoon daadwerkelijk gaan staan en je verhaal vertellen. En dat is wat ik heel bijzonder heb gevonden en daar heb ik ook heel veel van geleerd. Hele intens mooie gesprekken gehad met mensen hier. De verhalen zijn ook weer universeel en zo herkenbaar dat het raakt, binnenkomt.